Het is 9 uur maandagavond, zoals je gewend van ons bent, op 8.3 GovTV. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, ik heet u van harte welkom. Het is 9 uur maandagavond, zoals je gewend van ons bent, op 8.3 GovTV. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, ik heet u van harte welkom. Verschillende gasten hebben hier in verschillende afleveringen van Opinie hier bij ons aangegeven dat buitenlands beleid erg belangrijk is. En dat kan ik ook zelf begrijpen, want je bent als land niet de enige op die aardbol. Dus je moet samenwerken met andere landen, je moet samen dingen doen en je moet in een hele flow met elkaar bezig zijn. Buitenlands beleid is erg belangrijk. Met het oog op de versterking van de buitenlandse werkarm van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er daarom in dit kader op 8 oktober 2018 een viertal nieuwe ambassadeurs aangewezen en beëdigd door onze president. Vanavond in deze aflevering van Opinie een open gesprek met twee recent beëdigde ambassadeurs. De gasten voor vanavond zijn Sigelien Burleson, ambassadeur van Suriname in België. Burleson is van huis uit jurist. Zij heeft gewerkt op het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Centrale Bank van Suriname en is 20 jaar docent op de Antonocom Universiteit van Suriname geweest, alwaar zij de vakken handels- en ondernemingsrecht doseerde. Burleson is ongeveer 10 jaar lid geweest van het Suriname Business Forum en oprichter van de Competitive Unit Suriname en Pro Business Growth Suriname. Verder is zij de gewezen minister van het Ministerie van Handel en Industrie. Kijkers, Sigelien Burleson. Chantal Elsenhout, ambassadeur CARICOM. Elsenhout heeft de graad van meester in de rechten en master in public administration. Haar carrière is zij begonnen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Elsenhout is eerder gedetacheerd geweest in Washington op de ambassade van Suriname in de Verenigde Staten en is de permanente vertegenwoordiger van Suriname geweest bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS. Thans is zij de waarnemend directeur van regionale integratie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijkers, Chantal Elsenhout. Goedenavond dames, goedenavond. Welkom mevrouw Burleson en mevrouw Elsenhout. Bedankt dat jullie tijd hebben willen vrijmaken om met ons hier te zitten in deze gloednieuwe aflevering van Opinie. Welkom dames, hoe is het allemaal begonnen? Want ik heb daarnet in mijn inleiding gezegd dat jullie twee, er zijn vier, maar jullie zijn twee van de pas beëdigde ambassadeurs. Hoe is het allemaal begonnen? Ik weet niet bij wie ik mag beginnen hoor. Nou, bij mij is het een tijdje terug begonnen als het gaat over het buitenlands beleid en buitenlandse zaken. Buitenlandse zaken was mijn eerste werkplek in 1980. Daar heb ik ook mijn eerste diplomatenopleiding gevolgd. Daarna heb ik vanuit mijn andere positie zoals docent handelsrecht en ondernemingsrecht heb ik steeds meer interesse gekregen ook voor de internationale handel. En eigenlijk heb ik sindsdien gekeken van, naar deze positie. Van, het is wel interessant om je land te kunnen vertegenwoordigen op dit niveau. Nou, zeker door de recente opleiding van het ministerie via het SDI. Is de interesse eigenlijk nog verder gewekt. En ik ben bijzonder blij eigenlijk met deze gelegenheid. En mevrouw Elsenhout, hoe is het ook bij u begonnen? Nou, bij mij gaat het eigenlijk terug naar de schoolbanken. Ik ben als jonge student heb ik stage gelopen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het is goed genoeg bevallen en daar ben ik dus gebleven. En dat is dus intussen al 16 jaar geleden. De laatste twee jaar ben ik dus al sowieso bezig geweest met CARICOM aangelegenheden. Het is natuurlijk nu een andere verantwoordelijkheid die deze benoeming dus met zich meebrengt.
Maar in beginsel is dus het buitenlands, ben ik bekend met het buitenlands beleid en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want ik daar mijn loopbaan eigenlijk heb doorgebracht tot nog toe. Ja, ja. En dan pak ik de term ambassadeur. En ik vraag mezelf altijd ook af, hè? En ik denk velen met mij ook. Wat houdt het in, een ambassadeur? Wat is het eigenlijk? Wat houdt die functie in? Wat verwacht men als men hoort, u gaat als ambassadeur daar naar het land? Voor Suriname. Ja. Nou, je wordt door de regering, in dit geval door de president, benoemd. En je bent dan een vertegenwoordiger van de staat en van het staatshoofd. En de bedoeling is dat je in het land van accreditatie de belangen van jouw land, dus Suriname, gaat vertegenwoordigen, gaat uitdragen. De belangen van het land en de bevolking. Dus je gaat steeds op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking. En als het erop aankomt, zal je ook het buitenlands beleid op bepaalde punten of specifieke belangen van het land moeten kunnen verdedigen. Ja, ja. En dan is er nog een term dat me ook bezighoudt, dat is ontwikkelingsdiplomatie. Zou je ons daarmee kunnen helpen, mevrouw Elsenhout? Wat kan ik daaronder verstaan, ontwikkelingsdiplomatie? Nou, in het algemeen kan aangegeven worden dat dus in onze interactie met andere landen en internationale organisaties, dat de realisatie van de nationale ontwikkelingsdoelstellingen centraal staan. En het beleid uitgangspunt is dat buitenlands beleid zal dienen ter ondersteuning van de realisatie van deze nationale doelstellingen. En daarvoor dus wordt de diplomatie ook ingesteld. Ontwikkelingsdiplomatie omvat natuurlijk, het is een stuk ruimer, het omvat veel meer dan alleen bijvoorbeeld de economische belangen die er worden vaker gesproken over economische diplomatie. Maar het omvat dus meer. Er wordt bijzondere aandacht gegeven in ons geval bijvoorbeeld aan zaken als de landbouw, toerisme, gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs. Noem het maar. Dus het is een ruimer kader die dus ook passen in onze nationale doelstellingen. En daarvoor zet je dus eigenlijk de diplomatie in om dat te helpen bereiken. Mevrouw Burleson, u bent gestationeerd of u wordt gestationeerd in België. Ik neem aan dat u zich al hebt voorbereid. Maar voor de kijkers, wat maakt België zo speciaal? Waar is België goed in? Nou, alvast zijn er interessante ontwikkelingen in hun economie, bijvoorbeeld de industrieën waar ze goed in zijn, petrochemie, glas- en textielindustrie, verpakking van levensmiddelen, de diamantindustrie. Dus er zijn goede punten om met België samen te werken. En België is dus ook een importeur van voedingsmiddelen en u weet dat wij eigenlijk met de landbouw verder willen gaan. Ja. Dus dat zou een goede aansluiting zijn. Er zijn ook verder wat punten van samenwerking die al bestaan op het gebied van waterhuishouding, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Maar daarnaast is België ook de zetel van de Europese Unie. En de Europese Unie is een van onze belangrijkste ontwikkelingspartners in de relatie tussen de Europese Unie en de groep, zeg maar, ex-koloniën, de Afrikaanse, Caribische en Pacific landen. Wij zijn dus de C-groep, dat zijn de CARICOM landen en ook het secretariaat van de ACP zetelt dus in Brussel, België. Dus het is belangrijk dat wij goed vertegenwoordigd zijn. Dat is enige tijd waren we daar niet op volle sterkte. Dus dit is dan weer een stap in de goede richting. Ja, ja. Mevrouw Elsenhout, u bent onze CARICOM-ambassadeur. Suriname, CARICOM. Wat maakt CARICOM ook zo speciaal voor ons? Nou, als kleine kwetsbare economie dient Suriname dus natuurlijk continu aandacht te schenken aan de internationale ontwikkelingen, ten einde onze eigen belangen natuurlijk ook te helpen waarborgen. In het mondiaal proces van integratie wordt hierop dus ingespeeld door aansluiting te zoeken bij internationale organisaties, regionale organisaties. En CARICOM is daar dus eentje van. Het proces van regionale integratie heeft eigenlijk al een aantal jaren, maar dus de laatste
de laatste jaren nog meer een belangrijke plek ingenomen. En Suriname zet zich dus natuurlijk extra in om ook binnen CARICOM zich sterk te maken. We hebben wat we soms omschrijven als the strength of numbers. Waarbij je dus als op blok landen natuurlijk de gelegenheid hebt om je stem duidelijker kenbaar te maken. Wat betreft dus natuurlijk het mondiale of internationaal gebied. Maar ook onderling helpt het ons om gelijkgestemde landen natuurlijk onze samenwerking te reguleren. We hebben overeenkomsten, gemeenschappelijke geschiedenis, etc. Die dus maakt dat we de samenwerking tussen ons, dat we elkaar helpen. Zuid-Zuid samenwerking, zoals we dat noemen ook. In het kader van Zuid-Zuid samenwerking, dat we dus de samenwerking verder verdiepen. Zo, mensen horen pas beëdigde ambassadeurs, dus je kunt wellicht misschien het idee krijgen dat er voor de eerste keer een ambassadeur daar in België is en dat er voor de eerste keer diplomatieke banden worden aangegaan met zulke landen. Mevrouw Burleson, er bestaat al een diplomatieke band of een diplomatieke relatie toch met België? Hoe is die relatie nu? Ja, we hebben al vele jaren een diplomatieke vertegenwoordiging. En die is dus operationeel. Er was alleen 2 jaren geen ambassadeur. Ik word dus nu uitgezonden. Maar er is een bestaande relatie. En ook bilateraal zie je dus projecten zoals stedenbanden. Recentelijk is er door de minister van Buitenlandse Zaken, dat is echt enkele weken terug, maanden, dat er een nieuwe stedenband is ondertekend tussen Brussel en Paramaribo. Het is een paraplu-overeenkomst waarin je dus een heleboel aantal zaken zou kunnen ontwikkelen. Maar er is ook een jarenlange relatie vanuit België richting onderwijs, de onderwijssector, meer in het, door VVOB. En ook in de gezondheidszorg is er samenwerking. Dus er lopen wat zaken, er zijn wat twinningprojecten ook. Dus er zit wel wat dynamiek in. Ja. Ja. Mevrouw Elsenhout, u bent onze nieuwe CARICOM-ambassadeur. Hetzelfde wat geldt ook voor België. Suriname heeft al reeds een relatie met CARICOM. Maar wat gaat Suriname nu doen om die reeds bestaande relatie nu te gaan intensiveren? En misschien zou je ons ook kunnen helpen op welke gebieden, dus eventueel welke prioriteitsgebieden. Nou, ik zou willen zeggen, het heeft verschillende dimensies. Kijk, de afgelopen periode heeft Suriname zich toegelegd op een diversificatie van onze relaties. Dat inhoudt dat we dus naast de bestaande relaties die we onderhouden, zo op bilateraal niveau, dat we ook met andere spelers, gelijkgestemde landen, dat we dus daar de samenwerking mee intensiveren. En afgezien van CARICOM als organisatie is dat ook voor Suriname in relatie tot andere CARICOM-landen. Binnen de organisatie zelf, daar zijn daar dus een aantal issues op de internationale agenda, waarbij CARICOM zich als groep sterk voor maakt. En Suriname daar natuurlijk ook ondersteuning aan geeft, omdat ze natuurlijk ook voor ons een bepaalde impact hebben. Maar binnen de CARICOM zelf dat wij ook het voortouw zullen nemen voor een aantal issues. Ik denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering en milieu. Dat is voor sowieso alle CARICOM-landen een belangrijk onderwerp. Maar voor Suriname als een land bijvoorbeeld met een laaggelegen kustgebied hebben we ontzettend veel grote uitdagingen. En binnen die CARICOM-groep heb je dan natuurlijk dus ook de gelegenheid om ondersteuning te krijgen van derde landen. En dan praat ik niet alleen over financiële ondersteuning, hoor, maar ook technische samenwerking, expertiseuitwisseling enzovoort, die je dus op dit soort gebieden kan helpen. Ja. Dus bijvoorbeeld dat van klimaatverandering is een belangrijk onderdeel. Op veiligheidsgebied bijvoorbeeld, loopt er ook al een hele goede samenwerking, maar ook uit hoofden van goed nabuurschap met onze CARICOM-partners, dat we daar natuurlijk ook verder intensivering aan gaan geven. We hebben bijvoorbeeld, en dit is door de president tijdens een van de meest recente CARICOM staatshoofdenvergaderingen ook weer aangegeven. Op initiatief van Suriname om te komen wat we noemen CARICOM Enterprises. Waarbij er dus met verschillende CARICOM-landen, tussen Suriname en verschillende CARICOM-landen, eigenlijk
samengewerkt gaat worden om onze natuurlijke hulpbronnen verder te produceren en verwerken. Dat betekent dus natuurlijk ook economisch voordeel voor Suriname. Dus het is een soort interactie. Je moet het niet alleen zien als CARICOM in de groep, maar ook Suriname met CARICOM-landen. We dragen dus uniek bij aan wat er gebeurt in CARICOM. Ik heb het gehad over de economische diversificatie. Ik piep even hoor. De CARICOM Enterprises, de kapitaalstromen die er zijn. We hebben, of men is nog in het proces van een evaluatie om na te gaan hoe de participatie van Suriname tot nog toe is geweest in CARICOM. Wat zijn de uitdagingen geweest, et cetera. En de focus hierbij is, ik noem even een paar hoor, geweest op bijvoorbeeld het functioneren van de CARICOM Single Market and Economy en de ondervonden voor- en nadelen op de verschillende regimes. De evaluatie bijvoorbeeld van de portfolio van Suriname in CARICOM. U weet dat de verschillende staatshoofden dus verschillende portfolio's toebedeeld hebben gekregen en daarvan is dus ook een evaluatie gepleegd. Het functioneren van de CARICOM-instituten en vaststelling van het belang van Suriname daarbij. En bijvoorbeeld ook de status van harmonisering van wetgeving en procedures. Om vast te kunnen stellen welke maatregelen die Suriname moet treffen om onder meer voordeel te halen uit CARICOM en haar instituties. En ik denk dat de belangrijke uitdaging daarbij natuurlijk is implementatie. Dus ik denk dat deze evaluatie ook een belangrijke bijdrage zal leveren om duidelijk te maken welke areas er zijn waarin we dus nog meer, of eigenlijk gerichter, binnen de CARICOM, met CARICOM samen kunnen werken. En dit alles natuurlijk naast het optreden van CARICOM als groep naar buiten toe op internationaal niveau. Ik gaf al aan, we hebben de strength of numbers en er zijn een aantal issues die CARICOM-landen treffen. Ik denk bijvoorbeeld dat van klimaatverandering heb ik genoemd. Maar bijvoorbeeld ook de vraag van blacklisting, de kwestie van blacklisting en de graduation, we noemen het graduation waarbij dus landen langs bepaalde, volgens bepaalde vereisten als middle income countries worden geclassificeerd en dat bemoeilijkt natuurlijk de toegang tot financiering die je nodig hebt om je verder te kunnen ontwikkelen. En dat zijn dus enkele kleine, of enkele issues die er binnen CARICOM spelen en die natuurlijk dus ook voor Suriname van belang zijn, maar waarbij je eigenlijk als groep een sterkere bijdrage kunt leveren om de aandacht te vragen van de internationale gemeenschap voor deze problemen en ook de ondersteuning te vragen van de internationale gemeenschap om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ja. Dus het is eigenlijk meerledig, maar zoals ik al aangaf, dat zijn dus eigenlijk een beetje de areas waar we ons nu op toe gaan focussen. Ja. En natuurlijk wanneer de afronding van de evaluatie een feit is, dan zal dat nog verder gesteld te gaan krijgen. Ik had een aanvulling, eigenlijk naar aanleiding van hetgeen mevrouw Elsenhout naar voren brengt en terugkoppelend met uw vraag over waarom is België belangrijk voor ons. Ja. Ik zei al dat er iets is als een ACP, Azië, Afrika, Pacific en CARICOM landen. Ja. En binnen de CARICOM plus de Dominicaanse Republiek, dat heet CARIFORUM, worden die verschillende nationale agendas voor de ontwikkelingssamenwerking met de Europese Unie vastgesteld. Dat gaat dan in CARIFORUM verband, dus CARICOM plus Dominicaanse Republiek, gaat dat op het niveau van de ACP. Dat zijn dus alle drie regio's. Dat secretariaat zit in Brussel. En wat wij daar dus doen op dat niveau, wordt dus klaargestoomd in CARICOM-verband. En het gaat naar ACP-verband en dan gaat de ACP eigenlijk onderhandelen met de Europese Unie. Dus als je bedenkt dat de Europese Unie een van je belangrijkste ontwikkelingspartners is, ik denk aan projecten die zijn uitgevoerd, nu loopt er een SAMA-project bij LVV voor 13 miljoen. Daarvoor hadden we de bijdrage van de wegverbinding Albina en Paramaribo. Dat is dus meer infrastructuur en transport. Maar ook andere projecten zoals restauratie van de kathedraal, de havenfaciliteiten, et cetera. Justitiële samenwerking en ondersteuning. In de loop der jaren
zijn er dus veel grants naar Suriname toegekomen. Vanuit natuurlijk België. Is het nooit goed. Nee, vanuit de Europese Unie. Vanuit de, oh, vanuit en de Europese Unie. Unie, daarvan is de zetel dus in Brussel. Oh. De onderhandelingen vinden voornamelijk daar plaats. Hmm. En tot nu toe zijn er steeds 5-jarige samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Eerst had je de Lomé-overeenkomsten. Het is meestal de plaats waar het uiteindelijk getekend wordt. Nu heb je de Cotonou-overeenkomst, die is ook nog een keer verlengd. En we praten nu over de post-Cotonou. Dus na Cotonou, iedereen vraagt zich af wat voor soort overeenkomst gaan we sluiten. Maar alle landen beginnen 1,5 jaar daarvoor eigenlijk al te onderhandelen. Dus nu starten de onderhandelingen in Brussel om eigenlijk de nieuwe post-Cotonou-overeenkomst gestalte te geven, waarin wij onze belangen natuurlijk ook weer terug willen zien. Dus het is erg belangrijk om, om erbij betrokken te zijn. Het is dus niet een zomaar valuta weggooien. Maar we moeten ons realiseren dat je die voorbereiding voor wat je uiteindelijk wil uit de samenwerkingsrelatie, dat je daar inderdaad in human capital moet je daarin investeren. Je moet een ambassade, je moet een vertegenwoordiging hebben. Ja. Je kan niet elke keer op en neer heen gaan reizen. Dat gaat nog veel duurder kosten. En je kan het ook niet laten voor andere landen om je belang te behartigen. Ja. Dus het is wel belangrijk dat, dat in die context, niet één persoon is niet genoeg. Het is intensief. En daarnaast heb je nog de bilaterale relatie. Dus de Post-Brussel is dan een voorbeeld waar je dus multilateraal en bilateraal hebt. Ik denk dat het ook op enkele andere posten van ons gecombineerd is. Dus ja, dat is natuurlijk efficiënter. Maar de tijd is wel belangrijk voor ons om full-out te participeren in deze onderhandelingen, zodat we na 2020 bij de nieuwe ronde dat we weer een ontwikkelingsmechanisme hebben waaruit wij kunnen tappen. Ja. Het zijn veelal grants, financieel, maar ook technische assistentie, waar we eigenlijk in de loop van een aantal jaren al gebruik van maken als land. Ja. Nou zullen bepaalde mensen die nou naar deze aflevering van Opinie zitten te kijken misschien wellicht zich afvragen, ach jongen kom, wat hebben wij als land te bieden? Wat komen jullie ons vertellen? Wat heeft Suriname te bieden in dit soort samenwerkingen? Ik denk de samenwerking CARICOM, samenwerking in dit geval België. Wat heeft Suriname te bieden? Zullen mensen zich afvragen? Nou, kijk, ik vind dat Suriname een heleboel te bieden heeft. Maar het is natuurlijk je eigen prioriteitsstelling. Jij moet als land vaststellen waar ben ik goed in en wat wil ik ontwikkelen. En dan ga je dus kijken met welke landen of organisaties kan ik bepaalde projecten uitvoeren. En wat haal ik eruit? Het is niet alleen kapitaal, vaak ook technische assistentie. En dan zijn er een aantal sectoren die wij als land zouden willen ontwikkelen, waarvan ik denk dat wel iedereen het ermee eens is. De handel tussen landen op zich, maar de landbouw. En als je dan kan samenwerken met een land waar technologie is, maar dat ook voedsel importeert, dat voedsel verpakt, dan moet jij als land in de voorfase al je goed voorbereiden om exact te weten wat wil je uit die relatie hebben. Het moment dat je zegt van nee, ik heb er niemand bij nodig, dan dat lijkt me heel uitzonderlijk, maar er is altijd wel iets. Maar er zijn ook nieuwe sectoren, want wij willen onze economie diversificeren. Nou, de wereld is behoorlijk ontwikkeld, dus je voelt al aan dat je een sprong vooruit gaat moeten maken. Je moet nieuwe technologie hebben. Je moet ook afzetmarkten hebben. Wat is mooier dan een partner hebben? Dus terwijl wij werken aan diversificatie door de landbouw te versterken, door de dienstensector te versterken, ik denk dat bijvoorbeeld aan de financiële sector, de financiële dienstverlening, ICT, transportsector, maar ook de creatieve industrie. We hebben het over onze unieke cultuur en diversiteit. Maar dat brengt nog op zich nog geen brood op de plank voor mensen. Kun je het maken tot echt een industrie?
dan kun je dat sharen. Je wilt toerisme. Nou, die toeristen moeten van ergens komen. Kun je je daar verankeren in dat land om die toeristenstroom op gang te brengen? Dus je zal je toch wel buiten je grenzen moeten begeven als land, om ervoor te zorgen dat men oog heeft, men bekend is met jouw mogelijkheden en uiteindelijk effectieve partnerschappen worden aangegaan. Ja, ja. Mevrouw Elsenhout, niet echt de vraag van wat hebben wij te bieden, ja, maar meer in de zin van, of ja, misschien zou je ook daarop willen ingaan hoor, wat hebben wij te bieden voor elkaar? Ja, ik zou willen zeggen, ik denk dat er ook binnen CARICOM het een en ander te bieden valt. Er zijn een aantal gebieden al aangehaald door ambassadeur. Ze heeft het gehad over landbouw, ze heeft het gehad over de toerismesector, ook over onze cultuur, dus daar ga ik het eigenlijk niet eens zo ver meer over hebben. Laat me het zo zeggen. Op het gebied van landbouw bijvoorbeeld. De CARICOM biedt Suriname toegang tot een markt van wat, 15 miljoen plus mensen. Wat veel CARICOM-landen niet hebben en wat Suriname overvloed heeft, is agrarische landbouwgronden. We hebben een enorme potentie voor de agrarische sector, waarbij voor Suriname dus een hele mooie opportunity bijvoorbeeld weggelegd is om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de voedselveiligheid van de regio. En natuurlijk de spin-off effecten zijn natuurlijk ook zijn dat je daar economisch voordeel uit haalt. Het is een cycle, zeg maar. Hierin, ik heb het zo net al aangehaald, hierin is dan bijvoorbeeld ook weer een mooie opportunity weggelegd voor die CARICOM Enterprises waarover ik het eerder heb gehad, is dat je dus in samenspraak met landen, in dit geval van de CARICOM, dat je dus gaat kijken hoe je die natuurlijke hulpbronnen die of in Suriname zijn of elders, hoe je dat gezamenlijk tot ontwikkeling kan brengen, de productie daarvan, de verwerking daarvan. We hebben het bijvoorbeeld vaker gehad over de voedselschuurgedachte en dat is nog steeds iets dat leeft. Suriname is in de gelegenheid natuurlijk, Guyana ook, er is ook een rol weggelegd voor Belize als vasteland, om te kunnen produceren voor de regio. Voedsel te kunnen produceren voor de regio. En het is een behoorlijke markt, want het is natuurlijk niet alleen de mensen die in het Caribisch gebied wonen, er is bijvoorbeeld ook natuurlijk de grote toerismesector in de verschillende landen. Toerisme is bijvoorbeeld ook aangehaald als iets. We hebben een uniek toerismeproduct. We hebben het ecotourisme dat we bijvoorbeeld te bieden hebben. Daar waar meer bekendheid aan gegeven kan worden. Dus er zijn opportunities die je binnen de organisatie in dit geval met andere landen verder kan gaan uitwerken. We hebben bijvoorbeeld, hebben ook altijd gezegd, Suriname vervult de brugfunctie. We hebben bijvoorbeeld, onze haven is meerdere malen tot de beste haven in de regio uitgeroepen. Dus er zijn mogelijkheden die samenwerking in deze organisaties biedt. Ik wilde toch nog even benadrukken dat het ook opportunities biedt voor investeringen in Suriname natuurlijk. Want omdat je, als je gaat samenwerken, dat er wederzijdse investeringen gepleegd gaan worden. En ik wilde erbij zeggen dat dit vrij goed is ontvangen binnen de CARICOM. U zult zich herinneren dat er de afgelopen periode bezoeken zijn geweest van hoogwaardigheidsbekleders van onder andere Antigua en Barbuda, de Barbados was het geloof ik, Dominica. Dus dit, de gedachte begint traction te krijgen, om het maar even zo te zeggen. En, dus dat is wat ik eigenlijk even wilde benadrukken. Het is een initiatief van Suriname geweest waar er nu dus eigenlijk al tastbare follow-up aan wordt gegeven. Ja, ja. En om terug te komen op dat van, of u wilde daarop ingaan, no? Mevrouw Billeson? Nee. Of had u ook nog een aanvulling? Ik had een aanvulling ten aanzien van milieu. Dat is ook iets wat eigenlijk speelt in de hele CARICOM-regio. We hebben natuurlijk wel wat unieke dingen. Maar wat wij bij hebben, is dat wij het meest beboste land zijn. Ja. En daar kun je financieringsmechanismen voor opzetten. Nou, dat is bij uitstek ook iets dat je in de samenwerking met de Europese Unie en zeker ook met België richting Europa zou kunnen ontwikkelen om eigenlijk de waarde die jij hebt en beschikbaar stelt aan de wereld, om een model te ontwikkelen waarbij er investering komt naar Suriname. Ja, ja. Dus men noemt dat environmental finance, dat zijn verschillende termen. Maar dat is ook wel iets waarbij ik zou zeggen van, maar wat heb je eigenlijk te bieden als Suriname? Mm-hmm. Je hebt een heleboel te bieden. Mm-hmm. Maar je moet het natuurlijk wel zodanig doen dat je de juiste partners erbij hebt. Ja.
En dat betekent dat je eigenlijk niet kan blijven zitten erop, maar je moet er wel op uittrekken om eigenlijk dat te laten werken voor jou. Er zijn wat voorbereidingen en ik denk dat milieu en milieufinanciering zeker ook een priority zal zijn in de relatie die we met de Europese Unie zouden kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Dat is sowieso iets hoor, als ik mag aanvullen. In het begin, toen we het hadden dus over de verschillende gebieden, prioriteitsgebieden voor Suriname binnen CARICOM. Milieu is daar sowieso, ik noem de klimaatverandering en de uitdagingen die Suriname heeft, en dat gaat natuurlijk samen met milieu in het algemeen. En inderdaad, het hoofd bieden aan die uitdagingen, maar inderdaad ook wat mevrouw Burleson net heeft aangegeven, is dat Suriname heeft zich recentelijk ook gecommitteerd om haar staande bossen eigenlijk te behouden als bijdrage aan, maar daar heb je natuurlijk inderdaad financiering en compensatiemechanismen voor nodig. Dus sowieso ook binnen CARICOM is het milieuvraagstuk een issue op zich, waarvoor Suriname zich ook heel blijvend zal blijven inzetten. Want ook binnen CARICOM-verband, zeg maar in groepsverband, naar bijvoorbeeld de Europese Unie toe, heb je dan een andere positie, heb je dan ook een andere, sterkere samenwerking dan biregionale samenwerking. Je hebt dan ook weer dat je als blok, afgezien van dus natuurlijk jouw nationaal bilaterale relatie met, maar dat je natuurlijk dus als blok ook die samenwerking hebt. En dat geeft natuurlijk vaak ook veel meer ruimte voor inderdaad projecten en financiering en technische bijstand enzovoorts. Dus het sluit heel goed aan bij wat mevrouw Willison net heeft aangegeven. Oké, en dan kom ik op het stukje van toerisme, want we hebben het over uiteindelijk gaan we naar een model waarbij je dus naar ergens toe moet leiden dat er brood op de planken komt. Mm-hmm. Dus aanleidingstekens brood op de planken moet komen. En ik hoorde jullie beiden het hebben over toerisme. Mm-hmm. En toevallig weet ik dat toerisme een van de inkomstenbronnen van een land is dat het snelst brood op de planken kan brengen. Mm-hmm. Maar We hebben in verschillende landen, waaronder nu deze vier pas beëdigde ambassadeurs, hebben dus ook al reeds een vertegenwoordiger, dus ambassadeurs van ons zitten. Hoe komt het, denkt u, naar mijn bescheiden mening, dat we toch nog weinig mensen uit die gebieden, dus uit de gebieden waar de vertegenwoordigers van Suriname, van ons daar zitten, er toch nog weinig mensen vanuit die gebieden ons land bezoeken? Naar mijn bescheiden mening. You should correct me if I'm wrong. Ja. Maar ik vind toch wel dat ik vind voor mijn land als Surinamer dat ik toch nog steeds te weinig mensen uit het CARICOM heb die mijn land bezoeken. Ik heb steeds te weinig mensen uit de EU die mijn land bezoeken. Hoe denken jullie? Ik denk dat het sowieso een gelegenheid biedt voor. We hebben een uniek product dat we de wereld te bieden hebben. En het is weer een mooi moment natuurlijk om dat weer te gaan benadrukken en verder bekendheid te geven. Ja. Bijvoorbeeld voor het geval van CARICOM hebben het in het, bijvoorbeeld je hebt iets van multi-destination tourism, sun, beach en sand en, ja, I don't know, bos, ja, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Dus het is sowieso iets waar nu aan gewerkt wordt. Het wordt uitgewerkt en dat is dan natuurlijk iets dat internationaal, ook binnen CARICOM en natuurlijk de rest van de relaties die Suriname onderhoudt, dat natuurlijk verder uitgedragen gaat worden om inderdaad dus die toerismeflow aan te trekken. Maar ik wil wel erbij zeggen dat er natuurlijk meer komt kijken dan de toerist aantrekken, want dan zit je natuurlijk ook met de connectivity en al dat soort toestanden. Dus dat is natuurlijk een ander aspect dat we niet uit het oog mogen verliezen. Want voordat u erop ingaat, mevrouw Willison, om een gek voorbeeld te noemen, als ik rij aan de Dr. Sofie Redmondstraat, zie ik aan de linkerkant ergens aan de Dr. Sofie, een hele mooie grote banner van een jongetje dat dus springt in blauw water, in Curaçao bijvoorbeeld. Dus ik vraag me af, hoe komt er een reclame van Curaçao helemaal hier langs mijn weg? En hoe komt het dat als ik ergens in een van de EU-landen of een van de CARICOM-landen, no matter what, in geen van die landen, ik niet een mooi bord zie van Suriname met wit zand en zwart water van onze kreken? Ja. Is dat misschien ook iets dat vanuit de ambassade moet komen? Maar het moet zeker gefaciliteerd worden. Ja. Absoluut. Je levert een bijdrage. Omdat het slimste is dat je je ambassade
dat is die infrastructuur via het ministerie van Buitenlandse Zaken, is dat die infrastructuur naar buiten. Mm-hmm. En het slimste is als je niet alleen je buitenlands beleid naar buiten etaleert, maar ook de branding van je land. Yes. En op diezelfde infrastructuur toerisme, investeringen precies aantrekt, precies, en op diezelfde infrastructuur handel, markten naar buiten toe. Dus je moet het inzetten. Waar zou het aan gelegen hebben? Er zijn verschillende aspecten. Eén daarvan is, je moet de private sector supporten. De private sector moet het ook oppakken. Een voorbeeldje. Er is een bestaande overeenkomst tussen Suriname en België om rechtstreeks vliegverbindingen te onderhouden. Oh. Maar iemand, een bedrijf moet het doen, iemand moet het oppakken, toch? Dus dat is een stukje facilitering, ja, dat nog kan worden ingevuld. Op het moment dat je die vliegverbinding inderdaad hebt, is Suriname een stap dichterbij voor de Belgische toerist en de, ja, toerist die van omstreken. Ja, dus we moeten de dingen ook wel afmaken. Dan heb je aan de andere kant, wat zou je als ambassade erbij kunnen doen? Nou, ik vind cultuuruitwisseling en zo heel erg belangrijk, maar ik bekijk het een beetje ruimer. Ik kijk naar de creatieve industrie, gekoppeld aan ons ecotourisme, denk ik dat dat ook een uniek product is, een unieke sector. Maar dat je dat echt moet, een stukje commercialisatie erin moet toepassen. Ja. Dus ik denk dat er, als het aan mij ligt, wordt er wel een platform gecreëerd, waarbij wij dus eigenlijk onze producten, ook de creatieve industrie, de cultuur, kunnen showcasen. Dus niet alleen maar, zoals je zegt, een bord met een plaatje van natuurbos, maar ook echt mensen die daar hun toeristische waar kunnen etaleren. Ik weet dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en ik denk ook andere instituten recentelijk nog aan, of op korte termijn aan een toerismebeurs hebben zullen deelnemen. Ik denk dat het vorig jaar was en binnen op korte termijn weer herhaald wordt. We moeten veel meer beurzen bezoeken. Het is natuurlijk kostbaar. Maar dan moeten we poelen en samenwerken. En dat zijn typisch de dingen waar een ambassade bij moet kunnen faciliteren. Ja. Ja. Want ik kijk er echt naar uit. Ja. Ik denk in CARICOM-verband dat er natuurlijk ook een mooie gelegenheid is. Ik haalde eerder aan dat het natuurlijk toerisme is een van de gebieden waarin het gros van de CARICOM-landen gespecialiseerd is, om het zo te zeggen. Dus het biedt natuurlijk ook een mooie opportunity voor samenwerking. Ja. Uitwisseling van expertise, kennis, best practices, om onze toerisme sector ook verder op te helpen zetten en inderdaad dat te kunnen uitdragen. Dus sowieso is toerisme een van de areas of de gebieden, zeg, ja, maar, waarin er dus genoeg voldoende te doen is, ja, om dat, precies, verder op te krikken voor Suriname en Suriname verder bekendheid te geven. Ja, ja, ja. Oké, okay, en wanneer reizen jullie af om jullie geloofsbrieven af te geven of te overhandigen? Dat is een administratieve afhandeling. Dat zal denk ik in de loop van deze maand zal ik afreizen. En het aanbieden van geloofsbrieven, dat hangt af van de Belgische regering. Die zetten de data. Zoals wij dus, onze regering dat doet wanneer er ambassadeurs naar ons toe komen. Zo zullen zij dus de datum vaststellen. En na het aanbieden van de geloofsbrieven aan België, dus de Belgische koning, zal de accreditatie bij de Europese Unie volgen. Ja. Ja. Voor u, mevrouw Elsenau, die opereert van hieruit, dus, ja, voor u is er geen sprake dan van Nou, ik moet in beginsel ook wel afreizen. Voor mij is het een kwestie van de geloofsbrieven overhandigen aan de secretaris-generaal van de CARICOM. En dat vindt volgende maand plaats, omdat er dus volgende maand overleg is tussen de CARICOM-ambassadeurs en de secretaris-generaal. Dus kort daaraan voorafgaand zullen de geloofsbrieven worden aangeboden. Ja, ja. Mevrouw Burleson is er een beetje al op ingegaan, maar ik wil die vraag toch stressen, omdat ik het erg belangrijk vind, mm-hmm, aan de hand van de dingen die er gezegd worden. Er wordt gezegd, het gaat klauwveel geld kosten om een vertegenwoordiger van ons te sturen of ambassadeurs te benoemen naar andere landen. U bent er heel diepgaand op ingegaan, maar misschien wil mevrouw Elsenau, misschien ook van haar kant uit voor onze kijkers, toch dit punt weer even stressen.
waarom het zo belangrijk is voor Suriname om vertegenwoordigd te zijn op bepaalde gebieden, op bepaalde landen, in bepaalde landen. Ik wil daar gewoon heel kort op ingaan, aangezien mevrouw Burleson dus al uitgebreid heeft aangegeven. Ik zou het zo willen benaderen. Je bent de oren en ogen van Suriname op het grondgebied. Dat betekent dat je dus, afgezien van alle opportunities die je voor je land helpt creëren en helpt uitdragen, dat je natuurlijk ook vergaart wat er daar gaande is, zodat je je eigen beleid daar weer op kan afstemmen. Dus het is sowieso belangrijk dat er iemand aanwezig is om die band ook te intensiveren. Want niet altijd, het is natuurlijk altijd ook makkelijk als je face-to-face in vergaderingen aanwezig bent. Je punt maakt natuurlijk de onderhandelingen te voeren. Want het is natuurlijk makkelijk gezegd, ja, ik stuur een e-mail of zo. Maar onderhandelingen voer je natuurlijk ook gewoon face-to-face. Je punt overbrengen en het belang benadrukken van dat wat je daar aan het doen bent, dat doe je natuurlijk in interactie met anderen. Mm. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je inderdaad ook gewoon fysiek de mensen daar aanwezig hebt om dat te kunnen doen en om het beleid van Suriname uit te dragen en te zorgen dat de belangen van Suriname ook gewoon adequaat behartigd worden. Ja. Ambassadeur Burleson en ambassadeur Elsenhout, tot slot, we gaan moeten afsluiten deze aflevering van Opinie. Tot slot, zou je misschien iets willen meegeven aan ons publiek, aan de kijkers? Nou, er zijn een heleboel. Maar ja, misschien toch het belang en de ernst van het buitenlands beleid. Het is geen keus. Het is gewoon geen keus. Het is een must. Eigenlijk, je zou het kunnen vergelijken met een gezin. Als iedereen van dat gezin, vader, moeder, oma, opa en kinderen in huis blijft, komen er geen inkomsten. Als je plant, ga je de tafeltje voor de deur moeten zetten. Moeten verkopen om te zeggen van oké, daar hebben we wat om. De eentje gaat naar een kantoor, de ander gaat naar een bedrijf, de andere is kapster. Maar er gaat inkomen naar binnen moeten komen. Daarvoor moet je producten maken die je afzet of je moet diensten verlenen. En zo is het ook met landen. Daarbij, als je zegt van je wil je productie op een hoger niveau, dan ga je kijken van wie heeft technische know-how waar ik uit zou kunnen tappen. Waar zijn er investeerders die met kapitaal kunnen komen? Je gaat er dus op uit moeten gaan en dat kan je dan het liefste doen in goede onderhandelingen en goede overeenkomsten aangaan. Dus het belangrijkste voor ons is dat we een breed gedragen visie hebben van wat we willen. En een model waarbij als er voordelen komen, dat ook iedereen mee kan groeien. Ik denk dat dat de essentie is. Mm-hmm. Maar buitenlands beleid op zich zal je moeten voeren. Want het is op de internationale markt dat je gaat concurreren om zoveel mogelijk terug te laten komen naar Suriname. Waardoor het welvaartsniveau stijgt. Ja. Dus dat is wel essentieel. Mm-hmm. En misschien kan dat een beetje safne atichinso. En ik denk dat de bevolking wel mag verwachten dat ze de resultaten zien. Ja, dat mogen ze zeker wel verwachten. Mooi. Ambassadeur Elsenhout. Oké. Dus een aanvulling op wat ambassadeur Burleson heeft aangegeven. Natuurlijk afgezien van de handels- en investeringsopportunities. Maar ook dat je als land, binnen de groep waarin je opereert, helpt bijdragen aan de internationale besluitvorming. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld in het geval van de samenwerking met de ACP-EU. Is bijvoorbeeld een voorbeeld. En in CARICOM naar buiten toe. Je hebt de CARICOM-groep die op zichzelf onderling natuurlijk het verkeer tussen CARICOM-landen regelt. Maar naar buiten toe, ook met derde landen, met andere organisaties, met in het internationale. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is waarbij je aanwezigheid vereist. Dus anders gaat precies dat gebeuren, gaat voor jou worden beslist. Ja. En ik denk dat de aanwezigheid vereist is natuurlijk om jouw eigen belangen veilig te stellen. Zoals je het hebt vernomen van
ambassadeur Burleson en ambassadeur Elsenhout, je moet daar aanwezig zijn. Zoals ik het al eerder aangaf in mijn inleiding, je bent niet alleen op die aardbol, je bent met andere landen. Dus je gaat dingen samen moeten doen, je gaat moeten dealen om natuurlijk wederzijds voordeel te zoeken. Maar nogmaals, dan moet er iemand van ons daar zijn. We moeten vertegenwoordigd zijn in het land. Daarmee wil ik deze aflevering van Opinie afsluiten. En mocht u dit op de helft hebben gezien of hebben gehoord van iemand, dan kunt u rustig naar de woensdag en de vrijdag onze herhaling bekijken, telkens om 9 uur. En mocht u dat ook hebben gemist, dan gaat u naar YouTube, zoekt u ons channel op, Nationaal Informatie Instituut, dat is de naam van onze channel. Zoekt u deze aflevering op en dan kunt u er dan rustig doorheen fietsen. Rest mij u een hele fijne kijkavond verder toe te wensen. Blijft u vooral kijken naar kanaal 8.3 GovTV als u echt op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt in het land. En ik zie u terug de eerstvolgende aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.